Ik kan een aantal aspecten uitleggen zoals de minister net ook al aangegeven heeft. Zijn er een aantal aspecten die je kan zien en een aantal aspecten die je niet kan zien. Dus ik zal nu even kort uitleggen een aspect die je wel kan zien. Normaal hebben we dus stabiliteit, dat is normaal in gebouwen. Hier kunt u zien dat er dus geen dwarsbalken zijn geplaatst. Wat eigenlijk dus dan door andere elementen zou moeten worden opgenomen in het gebouw. Normaal kan dat door de vloeren of door de wanden. Dus hier ziet u dus geen dwarsbalken. We hebben hier kanaalplaten geplaatst. Ik weet niet of het hier zo duidelijk goed te zien is. Bij de kanaalplaten hebben we ook een minimale opleglengte als het op de balk geplaatst wordt. De kanaalplaten zijn in principe dus de horizontale balk, brede balk die u hier ziet. En dat draagt eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon de vloer die geplaatst is tussen de twee balken. Uit de rapporten en ook uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dus dat de opleglengtes van de kanaalplaten behoorlijk verschillen overal in het gebouw. Dus dat zijn ook kleine detailaspecten die zijn bekeken en die ook hersteld zouden moeten worden als het scenario voor slopen was gekozen. Kijk, dus hier rechtsboven, toch? Ziet u, ik weet niet of u kan filmen, maar daar ziet u dus dat de opleglengte onvoldoende is. En als ik even een beetje technisch mag uitleggen, ja, in een gebouw kan je tweezijdig opleggen of vierzijdig opleggen. En in dit geval is het tweezijdig opgelegd. Op de horizontale balk daar en de horizontale balk hier. Dus dat is in principe een van die aspecten, de stabiliteit, wat een issue was bij dit gebouw. En dat is niet genoeg om als vloer te dienen? Nou kijk, de kanaalplaten, dus nogmaals, er is niet zoveel documentatie beschikbaar ten eerste. Dat is net al ook uitgelegd door openbare werken. En eigenlijk normaal bij een project heb je een juiste administratie nodig. Quality control documents waaruit blijkt dat je terug kan kijken wat er daadwerkelijk in het gebouw geplaatst is. En in dit geval is er geen documentatie beschikbaar. Tenminste, dat is niet wat wij beschikbaar hebben gekregen. Misschien bestaat het wel, maar dat is niet wat wij hebben gekregen. Dus wij moeten werken aan de hand van documenten die wij hebben gekregen. En natuurlijk... Maar hebben jullie documenten aan die ontwerper, AAC, opgevraagd? Nou, dus wij werken conform de instructies van de Terms of Reference. Dus wij hebben documenten gekregen van openbare werken. En dat zijn de formele documenten die we hebben gekregen. Het kan natuurlijk, u heeft gelijk, dat is een optie die dat ze op zou kunnen maken. Maar uit het rapport is ook gebleken dat zelfs de eerdere onderzoeken en de eerdere onderzoekers ook niet aan die documenten konden komen. Dus hier ziet u een kanaalplaat, vloer, die gevallen is. En dat komt dus dat de opleggingen onvoldoende waren. En natuurlijk andere zaken die een rol kunnen gespeeld hebben. Maar dat is een van die voorbeelden. En dan kan je je voorstellen, dus als we onderzoek zouden moeten doen bij, in het geval van het scenario van slopen, zouden dus al deze punten in detail moeten checken. Toch, want je kan geen gebouw verder gaan bouwen als je niet alles goed hebt gecontroleerd. En dat is eigenlijk dus een van de voorbeelden. En daarnaast ziet u ook de staat van het gebouw. Daarnaast is er ook nog een ander aspect, dat is de hoogte van het gebouw. Hier gaat u dat niet echt goed kunnen zien. We moeten natuurlijk aansluiten op de bestaande riolering. En dat heeft een bepaalde hoogte. We hebben de Wanikastraat en de Gemeenlands opgemeten. En we hebben ook de hoogte van het gebouw opgemeten. Als ik even kort dit mag uitleggen. Kijk, als we zouden gaan herstellen, dan zouden we dus ook in het geval dat we dus de herstelwerkzaamheden in het gebouw zouden moeten toepassen, dat we dus ook de vloerhoogtes zouden moeten aanpassen. Om aan te sluiten op het rioleringsstelsel. Is die vloer te hoog of te laag? De vloer is te laag, ja. Ja, wat je zeker gaat zien is misschien dat de kolommen ook niet op één lijn zijn. Als gevolg daarvan kunnen balken misschien ook niet op één lijn zijn. Dus de bouwafwerking zal ook slordig zijn. Dat is niet wat toen was gevraagd om te maken. De opdrachtgever wilde een net gebouw ook hebben. En kijk, yes, aan de wapening, kijk als ik ergens voor je zie. Wapening, dekking, daar heeft men soms ook niet goed op gelet. Nou, waar je het kan zien, zie je het. Waar je het niet kan zien, weet het ook verder niet. Dat is ook belangrijk. Dus er zijn te veel herstelwerkzaamheden en onzekerheden. En het meest belangrijkste is de grond. Die fundering van dit gebouw zit te laag. En nauwelijks een meter. Er moest grondverbetering worden toegepast. God weet of dat gedaan is geworden. Ik kan dat antwoord nergens vinden. Dus je begrijpt dat
de sterkte begint beneden, dat je geen risico kan nemen. En daarom zal geen enkel aannemer of architect bereid zijn om die verantwoordelijkheid te dragen. Want anders gaan we het verwijt naar hem maken. Dus het is een hoogprijskaartje die we betalen, maar het is een les die we moeten leren van wat hier gebeurd is. En die les geldt voor iedereen, niet voor iemand speciaal. En nadat het gesloopt is, minister, zal het op dezelfde locatie, op dezelfde plek weer? Het idee is ongeveer op dezelfde plek. Het gebouw heeft een beetje, een beetje ander ontwerp, andere indeling. Misschien een beetje breder, misschien een beetje hoger. Maar het komt ongeveer op dezelfde manier, ziet het ontwerp eruit. De aanbesteding van sloop is 31 augustus. Dan trekken we een paar weken uit om het besluit te nemen. Dan wordt gelijk de aanbesteding georganiseerd voor de nieuwbouw. Dan zullen de tekeningen ook al af zijn. En voor december, denk ik ongeveer voor december, rond december, weten we ook wie de aannemer zal zijn. En gezien onze ervaring zullen we heel kritisch zijn bij de selectie van alles. Dus alles wordt inderdaad weggehaald omdat we de nieuwbouw niet in dezelfde problemen mogen zeggen als wat hier gebeurd is. En wat moeten we ons voorstellen bij het slopen? Alles wordt gewoon kapot geslagen? Nee. Balken kan je niet gebruiken, maar de platen kunnen we wel gebruiken. Dus elementen die we wel kunnen gebruiken, dit zijn prefab elementen, kunnen we wel nuttig elders gebruiken. Dus een deel van het materiaal gaat terug naar het ministerie van Openbare Werken. Maar zaken als vloeren, stenen die niet meer bruikbaar zijn, dat wordt als afgeschreven. Dat wordt ook verrekend in het bestek. Dus wat bruikbaar is, nemen we terug. En dat kunnen we wel heel nuttig gebruiken, laat me dat wel eerlijk zijn. U hebt bij het formeel gedeelte, minister, aantal woorden gebruikt als ondeskundigheid, een heleboel zaken. Zegt u nu, na 16 jaren, dat dat stukje deskundigheid nu wel in huis is, ook bij het ministerie van Openbare Werken? Kijk, laat me naar een simpel ding kijken, is bijvoorbeeld de oplegging van platen. Iemand die een muur metselt en ziet dat die oplegging te kort is, moet zijn logisch verstaan, het kan niet, iets klopt niet. En je ziet dat de platen al vallen. Dus deze technologie bestond toen ook al. 30 jaar, 50 jaar bestond dit ook al. Dus er is gewoon, naar mijn bescheiden mening, gewoon gerommeld in dit project. Dit is slordig werk. Waarbij alle partijen die misschien een rol hadden, hun rol niet hebben vervuld. Maar net wat ik zei, het was veel erger. Daarom zeg ik je gaat rillen als je de onderzoeksrapporten leest. Als men met gebrekkige tekeningen start en die aannemer bouwt ook zo, dan is dit het resultaat. Dus daar begon het grootste probleem al. In de tekeningen staat wapening zo. Het voldoet niet, maar zo is er gebouwd. Dus wanneer hij niet voldoet aan de normen, de kolommen, dacht ik, voldoen niet aan de normen. We hebben geen keuze om de kolommen af te breken, want hij voldoet niet aan de bouwnormen. Hij gaat wel 50 jaar blijven staan, maar hij voldoet niet aan de bouwnormen. Dat is het verschil. Waarom we ook die kolommen moeten slopen? Waarom we de vloer moeten slopen? Ik weet niet wat er gedaan is geworden met die vloer. Ja. Wat gedaan moest worden is onbeantwoord gebleven. Maar minister, gaat er iemand aansprakelijk gesteld worden? Kijk, er zijn een aantal rechtszaken die lopen. De overheid heeft wel alles al afgesloten. Dat is een belangrijke vraag die je stelt. Dus daarom zeg ik, het is een heel mooie case voor diverse onderzoek om eruit te leren. Want er zijn verschillende partijen die hun zaak misschien niet goed in orde hebben gemaakt. Vanaf het maken van tekening tot aannemer, tot de ingenieursbureaus, tot de overheid zelf, tot de financierder. Alle partijen, en ik weet niet wat men in het verleden heeft gedaan hierover. Ik weet wel dat het ministerie van OW toen zeker in 2013 wel zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om het project te annuleren, te gaan stoppen. En dat is wel belangrijk, dat je dat soort beslissingen neemt. Maar het heeft zoveel jaren later gelegen, dus we gaan kijken wat we kunnen doen. Of wat er nog gedaan zou kunnen worden. Ja, stel dat dit gebouw was afgerond en nu 16 jaar verder, wat zouden we dus meemaken? Als het zegt, dan zou je dus dit hebben, dat je zit op je balkon en valt je plotseling een dag. Dat is wat je zou meemaken. En ik begrijp dat het ook twee hele platforms zou krijgen? Zo, dat weet ik even niet in detail. Of je zou lekkages hebben van water, dat zie je bij die gleuven. Betonrot, dan begint beton
te brokkelen na een tijdje. Dat zie je bij een aantal gebouwen als het niet goed gedaan is. En dan begin je met de kleine problemen. Kijk, beton is op zich iets dat heel lang blijft staan. Maar we hebben niet betaald voor een half ding. Er is betaald om iets goeds te maken. Dat is het verschil. Daar gaat het om. Nou, want die vraag ga je me gelijk stellen. Maar ja, het is toch, het blijft toch staan. Ja, nee, we hebben daarvoor niet betaald. We hebben met alle partners, ik weet nog dat in 2013 of 2014 gedaan is. We hebben met alle partijen die betrokken was, het project goed afgesloten. Laat me dat wel duidelijk zeggen. Met meneer Munger en AAC. Met alle partners zijn de projecten goed afgesloten. Ook met de ontwikkelingsfinancierder. Is ook afgesloten. Alles is afgesloten. Dus we zijn klaar. We zijn voorbij dat station. We zijn 16 jaar verder. En de regering heeft gezegd, dit gebouw behoort ook tot de vele staatsgebouwen. Maar deze moet heel snel opgeleverd worden. Ook vanwege de noodzaak van het KPS hoor. Esther, wat zullen de kosten zijn en wie financiert het? Dan moet ik misschien, wie kan dat concreet beantwoorden, de kosten? Dan ga ik even meneer wie, ja, want straks zeg ik verkeerde bedragen. Laat me zeggen wat de kosten betreft, kan ik wel wat zeggen. Dat we in de Raad van Ministers hebben gezegd, laten wij binnen een bepaald budget blijven. Dus dat betekent, er komt hier geen hyperdeluxe ding van 20 miljoen of 50 miljoen. De regering heeft een budget bijgemaakt binnen de mogelijkheden. Het budget is, dacht ik, 5 tot 7 miljoen, dacht ik. Dus dat is het bedrag dat we ter beschikking hebben om, ja, US dollar. Dat is inclusief consultant, sloop, bouw. Inrichting, volledige inrichting, zodat het KPS kan beginnen. Het is dus een bepaald bedrag om hem af te ronden, all in. Als later meer uitbreiding nog is, dat zullen we zien. Toch? Maar we moeten binnen dit budget blijven. Voor hoeveel was hij in feite? Zodat kan ik niet. Kijk, je kan begroten hoeveel je wil, je kan modern maken hoeveel je wil. De originele begroting van het originele project ken ik even niet. De afbouw was in die orde begroot. De afbouw was ook in die orde begroot. Maar je kan het maken hoe luxe wel, laat me dat eerlijk zeggen. Maar dit wordt een eenvoudige constructie, beton, platen, gevels en dergelijke. Het is heel eenvoudig. Wat was je vraag? Wie bekostigde het? Oh, dat vindt via de staatsbegroting plaats. Voor het slopen is er een openbare aanbesteding geweest. Wat ik heb gezegd is, wat bruikbaar is, gaan we wel terugnemen aan het ministerie van Openbaar. Hoeveel het kost, weet ik op dit moment niet. Dat is een openbare aanbesteding. Maar de verschillende rapporten hadden ook aangewezen, als je probeert wat gevaarlijk is uit te sluiten en alleen wat veilig is af te ronden, zonder extra laag, dus je houdt je hieraan, kom je ongeveer op hetzelfde bedrag. Maar, dan hebt u geluisterd naar een van de presentatoren. Er zijn zoveel andere vragen die dan zullen komen. Wat als dat gebeurt? Wat als dat gebeurt? Hoeveel gaat het slopen dan? Op hoeveel is het slopen geraamd? Zo, daar kan ik geen antwoord op geven. Hebben we een raming? Ja, aanbesteding is 31 augustus. Dan weten we het. Ik kom daar even niet uit, want er is aangegeven dat het is niet duidelijk hoeveel wat gaat kosten. Maar je gaat wel slopen en je weet ook niet hoeveel dat gaat kosten. Hm. Kijk, we hebben een idee. En we hebben een beperkt budget en we moeten het daarmee doen. Dus daarvoor ook de consultant, de opdrachtgever, moeten daar binnen. Ook het ontwerp moet gedownsized worden binnen de begroting. Over downsize en veiligheid. Volgens AAC zou het gebouw bestendig zijn tegen aanvallen van tanks en panzers. Er zouden twee heli's, hele pets kunnen staan hier. Nee, is bevestigd dat het gebouw dat aan kon? Nou, op basis hiervan kan ik je gelijk zeggen, absoluut niet. Nee, maar kon je bevestigen dat het kon? Intentie? Nee, als dat de intentie was, dan hadden de berekeningen anders eruit gezien. En had de fundering er ook anders uitgezien. En als dat de wens was, akkoord, dan zou dat moeten komen. Maar daarom starten we met een beperkt budget. Als over 5 jaar het KPS zegt, nou we willen uitbreiden met platform, er is genoeg terrein hier. Aan de voorkant, dan zien we wel. En aan de bovenkant zou dat eventueel ook. Als je dat gaat doen, dan moet je toch meer extra uitgeven dan die 6 miljoen. Ja, maar dat is nu niet noodzakelijk. Dus nu heeft het KPS gezegd, Jereno, dit zijn onze nieuwe eisen en wensen. Daarom zijn ze erbij ook bij betrokken. Zij hebben de nieuwe eisen en wensen kenbaar gemaakt. En we starten met hun binnen dit budget.
Minister, downsizement vanwege beschikbare financiën of om het af te hebben in die 2 jaren? Nee, de nieuwe eisen zijn van het KPS ook gekomen. Als het KPS zegt, ik heb geen 2 kamers nodig, maar 1 kamer, dan downsizen we dat. Minister, ik heb begrepen dat er zijn zoveel onderzoeken gedaan, ontbrekende documenten. Dus ik vraag me af, hebben jullie die documenten van AAC wel opgevraagd, opgeëist? We hebben alles gezocht wat we konden zoeken. We hebben iedereen gevraagd, als hij nog per ongeluk iets in zijn lade heeft, breng dat. Op dit moment hebben we het ministerie van OW een vrij goede inventaris van alle rapporten, studies, etc. Dit was jaren terug. Andere situatie, je weet 100 wisselingen van de wacht. Dit zijn allemaal politieke lastige dingen. Maar het behoort ook tot een van die rommels. Daarom heb ik gezegd, ga niemand sparen. Dit is het gevolg van dat soort rommels die er ook plaatsvinden op ministeries. Dit is dus wat we hebben, hebben we gehad. En dat is openbaar, niets is geheim. En het is ook bevestigd door de verschillende consultants. Dus als er mensen zijn die nog iets in hun lab bewaard hebben, mogen ze het alsnog brengen. Ik ben bereid naar elk onderzoeksrapportje te kijken en dergelijke dingen. AAC heeft OW ook in bezit? Zo, dat kan ik uit het hoofd niet zeggen. Of die mensen wat hebben gestuurd. Maar in ieder geval wat we ter beschikking hebben, hebben we. De weinige tekeningen, et cetera, hebben we. Maar het begon toen ook al. En dat is consequent door alle onafhankelijke rapporten ook zo gerapporteerd. Dus veel beters bestaat er waarschijnlijk niet. Minister, als je het politiek bekijkt, het is in 2007 begonnen, een bepaald signatuur. Er is toen al rommel geweest en dan is er een andere signatuur gekomen. Het is niet afgemaakt en nu is de beginnende signatuur weer aan zet. Gaat het dit keer wel afgemaakt worden? Want ik bedoel, het wordt een prestige kwestie nu toch? Laat me zo zeggen dat de regering Santokki Brun een besluit heeft genomen in het kader van de nationale veiligheid. En daarom ziet u dat politiegebouwen van KPS Brandweer ook afgebouwd worden in alle districten. Omdat dat is nummer 1 en dat behoort erbij. En ik ben hier niet om te zeggen dat 25 mei het af moet zijn. Ik ben hier geen politiek aan het spelen met geen enkel gebouw. Ik heb gezegd, er moet een goede voorbereiding zijn. Ook bij Quarantainbrug heb ik altijd gezegd, die brug ga ik niet voor 25 opleveren. Ik eis een goede voorbereiding. En als die voorbereiding goed is, dan gaat het eindresultaat zeker goed zijn. Hier hebben we gezien, voorbereiding bar slecht en dan heb je het resultaat gezien. Mij interesseert niet of het 25 mei af is of niet af is. Maar wat ik wel kan garanderen is dat wat toen gebeurd is, absoluut niet meer gebeurt. En er is ook openbaarheid van bestuur, van Amersfoort, dus je kan ook alles meevolgen. En het zou leuk zijn als inderdaad we voor 25 mei dit opleveren, dat de mensen kunnen verhuizen, et cetera, en alvast kunnen starten hier, dat zou leuk zijn. Maar laten we zien hoe de bouwaannemer ook werkt, want we gaan inderdaad een beetje streng zijn. Is er al een datum geprojecteerd voor de eerste steen wegslaan en de nieuwe steen leggen? Ja, we gaan jullie zeker uitnodigen. Maar minister, pers, dat ja. Zit wel daarop. Ja, maar ja. We hebben de pers geroepen. Minister, jullie hebben ook buren hier. Ja? Ja. Als jullie straks gaan slopen en weer bouwen, zullen die gaan zorgen voor overlast, scheuren en die dingen? Ja, dus het bestek voor slopen, ik ben helemaal eens, moet er heel voorzichtig zijn, dat gebeurt onder de veiligheidsregels. Dus sowieso worden buren gemeld, maar sowieso bij uitvoeren van werkzaamheden moet de aannemer alle maatregelen treffen, alvorens hij begint. En effecten moeten geminimaliseerd worden. Dat is ook in het bestek omschreven.